Hallo beautiful ladies. Als jij moeite hebt met netwerken of nieuwe mensen ontmoeten, dan is dit de aflevering voor jou. Ik bespreek namelijk de basics van netwerken zoals ik ze heb geleerd uit dit geweldige boek. In 2012 heb ik voor mezelf een jaar uitgetrokken om te leren netwerken. Het was heel handig voor mijn werk, maar ik wilde het vooral voor mezelf doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nog steeds geen netwerkkoningin. Zeker niet als ik kijk naar bepaalde vriendinnen van mij die echt gewoon natural zijn. Maar ik heb ondertussen wel geleerd hoe ik zo'n event doorkom. De drie basics van netwerken zijn 1. Een vreemde durven aanspreken. 2. Een leuk gesprek kunnen voeren. En zelfs als het een zeer verlegen of gesloten persoon is. En 3. Een relatie kunnen opbouwen. In tegenstelling tot wat je misschien bij netwerken voorstelt, is het, als je het goed doet, heel erg leuk om te doen als mens. Want je leert gewoon heel veel nieuwe mensen kennen. En die mensen die hebben allemaal superleuke verhalen te vertellen. Maar dan moet je wel weten hoe je het goed moet doen. Basic nummer 1 is een vreemde durven aanspreken. En ik denk eerlijk gezegd dat dat een van de meest lastige momenten is. En bij deze alvast iets wat ik in je hoofd moet prenten. Het is nooit raar om op een vreemde af te stappen. Het getuigt juist van super sociaalheid als jij dat durft. Je hebt meestal te maken met 3 situaties. 1. Een persoon staat alleen. Top! Loop er meteen op af en neem zelf het initiatief door jezelf voor te stellen. Trust me, de persoon in kwestie zal je waarschijnlijk super dankbaar zijn. Bij de tweede situatie staan 2 mensen met elkaar te kletsen. En dit is niet mijn favoriete situatie om op mensen af te stappen. Zeker niet als je alleen bent. Maar als het echt iemand is die je moet spreken, volg dan de procedure die ik voor situatie 3 beschrijf. En situatie 3 is een groep. Dit is een topsituatie. Lekker veel mensen, je kan er makkelijk bij gaan staan. In deze situatie doe je het volgende. Zet even een flinke glimlach op. Het voelt even raar, maar je komt gewoon een stuk aardiger over als je lacht in plaats van dat je een chagrijnig hoofd hebt. Ga erbij staan. Laat mensen aan je wennen. Jij kan meteen luisteren naar waar zij het over hebben. En als zij je opmerken, dan zeg je gewoon, joh, jullie zagen er zo gezellig uit. Mag ik me even voorstellen? Boom, ga jezelf voorstellen aan die hele groep. Gelukt? High five girlfriend, je bent binnen. Maar nu komt een uitdagend onderdeel. En voor mij was een leuk gesprek voeren altijd een soort mysterie. Zeker als het mensen zijn waar je heel veel uit moet trekken, die best wel verlegen zijn of iets dergelijks. Maar wat ik heb geleerd is dat het vrij goed te doen is met bijna iedereen als je 2 dingen realiseert. 1. De verantwoordelijkheid voor een leuk gesprek ligt bij jou. En dat is top, want dan hoef je niet meer af te wachten totdat iemand anders iets leuks zegt. Jij bepaalt hoe dat gesprek gaat verlopen. 2. Stel de juiste vragen en de enige juiste vragen zijn open vragen. Om je op weg te helpen geef ik je meteen mijn 3 topvragen. In het boek staan er nog veel meer. Topvraag nummer 1. Wat is je grootste droomproject? Mag zowel privé zijn als werk. Mensen gaan hier altijd van stralen als we over hun dromen mogen praten. Topvraag nummer 2. Wat is de grootste blunder die je op werk hebt gemaakt? En dit levert meestal super grappige verhalen op, tenzij die persoon het net heeft meegemaakt. Topvraag nummer 3. Wat vind jij moeilijk in je werk? En met deze vraag krijg je meteen inzicht in waar deze persoon van dag tot dag mee worstelt. En dan kan je meteen ook gaan nadenken waar je die persoon mee kan helpen. Daar kom ik zo meteen op terug. Naar elk van deze vragen ben je natuurlijk super geïnteresseerd en vraag je door met waarom, hoezo, hoe kan dat, gewoon doorvragen. De verantwoordelijkheid voor het gesprek rust bij jou, weet je nog? En als laatste basic van netwerken, wil je echt resultaten of business zien van het gesprek of netwerkgesprekken die jij hebt gevoerd, dan zul je moeten weten hoe je een relatie opbouwt met die persoon. En realiseer je, mensen doen zaken met mensen. En sterker nog, ze doen het allerliefste zaken met mensen waar ze bevriend mee zijn. Heb je een leuk gesprek gehad met iemand? Zeg dat dan gewoon. Hey, was echt een superleuk gesprek. En dan kan je vragen, heb je zin om misschien een koffietje of een lunch te doen? Vraag om een kaartje van die persoon of schrijf een e-mailadres op. En als je denkt, ik durf het niet, want zometeen wil die persoon helemaal niks van me of bla bla. Weet je, vul dat niet voor die andere persoon in. Vraag het gewoon en je merkt vanzelf wel of iemand wel of niet enthousiast is. En laat je ook niet ontmoedigen als het niet meteen lukt. Mensen zijn over het algemeen super druk met hun eigen dingen. En sommige relaties hebben gewoon jaren nodig om van de grond te komen. Wil je echt vaart achter een relatie zetten? Gooi dan een relatiespiritus op. Doe iemand een gunst. Wat je heel goed in je achterhoofd moet houden als jij relaties wil opbouwen met andere mensen, is dat mensen psychologisch zijn ingesteld om favors terug te doen. En iemand anders helpen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Je kan ze een tip geven voor een boek wat ze verder kan helpen. Je kan aanbieden om feedback te geven op hun werk. En de ultieme gunst is natuurlijk ze in contact brengen met iemand die ze verder kan helpen. Iemand anders helpen resulteert dus vrij automatisch in een behoefte bij hun om jou ook te helpen. Hou er heel even rekening mee dat je niet per se de verwachting moet hebben dat iemand jou terug gaat helpen. Geef het gewoon met heel je hart omdat je het leuk vindt om andere mensen te helpen. En
Trust me, je zal het echt gewoon vanzelf wel terugkrijgen. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En als je al geabonneerd bent, dankjewel. Ik zie je volgende week zaterdag weer voor onze chill date. By the way, bonus tip. Als iemand ooit raar of arrogant reageert omdat jij op die persoon bent afgestapt. Het is heel naar als dit de eerste keer gebeurt dat jij alle moed bij elkaar raapt en op iemand afstapt en iemand doet, wat kom jij nou weer doen? Realiseer je, dat ligt niet aan jou, dat ligt aan die persoon. Het is gewoon super onbeschoft om zo te reageren tegenover een ander mens. Als dat bij je gebeurt, zet het gewoon uit je hoofd. Je wil waarschijnlijk sowieso niet met die persoon praten, want het is geen leuke persoon. Heb je meteen al meegemaakt. Hup, doorlopen en zoek iemand anders. Ben je nog niet geabonneerd? Join us, lady! Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week!